Folks, welkom hier bij WRC10 en welkom op het videokanaal Play That Game. En ik wil jullie om te beginnen heel eventjes in een minuut uitleggen wat het probleem is als je een nieuwe Porsche maakt bijvoorbeeld. Ik had een mooie Porsche gemaakt, heel veel werk aan gehad. Wat is het probleem? Je kunt niet twee van dezelfde merken in livery maken. Dus als je een Porsche maakt en je maakt daarna weer een Porsche, zoals deze wat je hier ziet, mijn nieuwe Porsche die ik gisteren gemaakt heb, dan verdwijnt die andere Porsche gewoon. Die kun je niet meer selecteren in een rally. En dat is natuurlijk heel, heel jammer, want dat is heel veel werk geweest voor niks. Maar het is nu eenmaal zo, we moeten het er maar mee doen. Dus we genieten nog maar van onze Porsche en dan gaan we daar nog maar veel meer rijden. En dan zie je hier verder mijn andere auto's. Deze hier, dat is de Toyota Yaris die ik ooit gemaakt heb in het begin. Je ziet, dat is nog heel eenvoudig allemaal. En daarvoor had ik nog een andere auto gemaakt en dat was de Hyundai i20. Goed mensen, dat is allemaal geen probleem. We gaan gewoon met deze auto's doen. En we gaan dus ons klaarmaken voor de rally van vandaag. En dat zal gebeuren, kijk maar goed, hier in Griekenland. En Griekenland is een mooi land, een warm land, maar ook heel hoge bergen. Je zou het misschien niet denken, maar het is een ontzettend gevaarlijke rally wat we gaan rijden. Manneke, wat smalle wegen. Niet normaal de smalste wegen wat ik ooit gereden heb, maar we komen er wel goed vanaf, denk ik. Dus dat is geen probleem, alleen de snelheid een beetje aanpassen. Maar ik zeg je heel eerlijk, hier in Peleort in Griekenland, hoe je het uitspreekt weet ik niet, kiezen we maar eventjes de dag en het weer en natuurlijk onze Porsche auto. En daar zie je het, kijk, als je Porsche kiest, de nieuwe auto kiest, dan komt automatisch je laatste gemaakte auto in livery tevoorschijn en die kiezen we dan. We hebben geen andere mogelijkheid, dus we kiezen deze maar en dan gaan we van start in de rally in Griekenland. En natuurlijk werpen we eerst een blik hier op deze smalle wegen, puur gravel, dus er komt geen asfalt aan terecht. Kijk eens mensen hoe hoog dit is. Als je hier verkeerde beweging maakt, dan lig je met je autootje naar beneden. En dat moeten we voorkomen, dus we gaan onze snelheid maar aanpassen. Daar gaat de vorige autocoureur al vertrekken en wij gaan dat ook doen mensen. We zijn er ook klaar voor en we zijn al vertrokken hier. De eerste bocht nemen we met volle glorie en we gaan dan met onze lichten aan hier deze route eens verkennen. We gaan eens kijken wat we kunnen. We gaan soms een beetje risico nemen, lekker slippen op de gravel, dat is wel leuk. En je moet dadelijk maar eens kijken hoe onze auto binnen 2 minuten uitziet. Ja, een hele mooie omgeving, maar we hebben geen tijd om daarvan te genieten en naar beneden te kijken. We hebben onze ogen hard nodig om op de weg te blijven. Kijk, we proberen in de rechterbocht wat links te blijven en in de bocht naar links wat rechts te blijven. En dan is het wel zo dat dus op een gegeven moment je toch wel risico moet nemen en wat gas bij wil geven, dat is zoals hier. En dan zie je de stof ook lekker opwaaien en dan zie je daar die afgrond daar links van mij. Een stukje met een muur waar je tussendoor moet, dat is heel smal. Ik zeg het je, niet gemakkelijk deze rally, maar geniet er wel van en ik kom zo nog even bij je terug natuurlijk.
En hier op de helft van deze rally kun je al eens zien hoe onze auto uitziet. Ah, maar die mag strak weer door de carwash. Maar dat maakt allemaal niks uit. We gaan gewoon gas geven hier. We zijn al een beetje gewend aan deze gravelwegen zo hoog. Het begint te wennen, dus we gaan wat meer risico nemen en wat meer gas geven. En hoe vinden jullie deze rally? Laat het eens weten bij wat opmerkingen en schrijf je in op ons kanaal. Dan mis je geen enkele rally van ons. Dat kun je op PC doen hier rechts beneden in de hoek. En hoor die Porsche 911 strekken hier. Hoor dat geluid eens, mensen, als je naar boven rijdt. Gewoon fantastisch. Kijk de stoffen opwaaien. Dit is echt het rally gebeuren. En het gevoel in de controller is er ook. Je hoort de kiezel weer op spatten. Je voelt het gewoon in je controller hier op de PlayStation 5. Ja, en we hopen dat je het wel leuk vond hier op het videokanaal Play That Game. En we gaan langzaam alweer afscheid nemen. We komen zo wel aan de finish. Nogmaals, schrijf je in op ons kanaal of geef ons een duimpje. We danken je weer voor hier te zijn. En als we een nieuwe video maken, zetten we natuurlijk de link in deze video hier op het laatste. Tot ziens bij Play That Game, het videokanaal voor rallies. Bye bye!